Voor de vierde keer organiseert Den Haag de Vredesloop. Om zo aandacht te vragen voor het lot van vele mensen in oorlogs- en conflictgebieden. I feel really lucky to like not be in the war and to be here with all these people. It's like really unfair for the children who have to like starve and I think the war should stop and it's like really really bad. Why don't they have all a one piece place to live? Ups and downs, net als iedereen. Ik heb vooral denk ik afgelopen jaar meer als trainer successen gehad dan als ruiter. Maar dat is eigenlijk ook wel iets wat ik heel erg leuk vind. Samen met de Haagse burgemeester Josias van Aartsen lieten ruim 1500 scholieren allemaal een ballon los. Let goed op, we tellen natuurlijk allemaal mee met onze burgemeester. Hè? 5! I think The Hague is the international city of peace and justice. We have many United Nations institutions here in the city. These institutions are very important for striving towards world peace. Dat is iets soberder dan de andere jaren, maar het is uiteindelijk vrij normaal verlopen. U zegt soberder, waar was dat aan te merken? Dat is een leuke vraag van je. Nou zijn zij 5 maanden geleden hier ook geweest en hebben zij een contract getekend. Heb jij het idee dat het verbeterd is? Ook al krijg je een paar procent van die kinderen meer aan spelen toe. En ik moet wel zeggen, als ik naar mijn eigen kinderen kijk. Ja, de meetpunten naar Londen toe die zijn nog niet officieel bekend. Want er komen natuurlijk een paar observatiewedstrijden. Je moet sowieso internationaal 2 keer 64% halen. Maar oké, voor in Nederland in het team te komen is dat natuurlijk niet genoeg. Teamplay het NAC organiseert de NAC voetbalschool. Wil jij ook training krijgen van oud-NAC-spelers? Schrijf je dan nu in. Tijdens deze trainingen wordt er hard gewerkt aan techniek, tactiek, loopcoördinatievorming en samenwerking. BMX is zo'n 40 jaar geleden ontstaan in Amerika. Toen was motocross daar erg populair, ook bij kinderen. Zij vonden het zo leuk dat ze die races gingen nadoen, op de fiets. Meestal stop je dan met kinderspelletjes als je wat ouder wordt, maar sommige volwassenen gingen ermee door. In de jaren 80 werd het een enorme rage en in 2008 werd BMX zelfs een Olympische sport. Eens kijken of de fiets zelf ook zo'n ontwikkeling heeft doorgemaakt. Wat mij als allereerste opvalt, waarom is die fiets toch zo klein? Nou, die is zo klein omdat die ten eerste heel sterk moet zijn. Een grotere fiets zal veel zwakker zijn, is veel flexibeler. Er is natuurlijk veel aan de hand in de Belgische politiek. Is dat de reden waarom het een stuk soberder is gevierd dan normaal? Ja, in principe is er niet zo heel veel reden om feest te vieren. En ik denk dat de boodschap van de koning ook heel erg duidelijk was. En dan hoop ik dat, ook als ouder speler, maar ook als vader van 2 kinderen, dat je die kinderen toch op hun hart kan drukken dat dingen gebeuren. Dat het niet alleen een geintje is en dat lach is op televisie om te zien, maar dat dingen ook in de realiteit gebeuren. Het EK BMX is een professioneel 4-daags evenement. Maar er gebeurt die dagen meer dan alleen maar fietsen. Jeremy, we gaan vandaag met jou oliebollen bakken. Vertel, wat heb je allemaal klaargezet aan ingrediënten? Nou, als je goede oliebollen wil bakken, zit het geheim zit hem eigenlijk in de bloem. Goedemiddag. Dit is natuurlijk Tim Gillissen, speler bij NAC Breda, maar ook ambassadeur van NOAD in de klas. De jongeren die aan dit project meedoen, geven presentaties op scholen waarbij ze hun levensverhaal vertellen. Het nieuwe jaar staat voor de deur. Ook voor jou gaat een hoop veranderen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat klopt. Ik heb 12 jaar Den Dier in mijn restaurant, wat ik zeg maar tot 2012 heb gedaan. Ga ik omtoveren, ga ik een ander concept van maken. Dat wordt een Italiaans restaurant. Ze hebben hier net hun verhaal gedaan, 1 voor 1. En ja, aansluitend hebben Willem Rijn van NAC en ik dan en de leraressen van school. Die geven dan bepaalde aanwijzingen hoe ze toch wat dingetjes wat beter op het voetlicht kunnen krijgen. Of hun verhaal wat meer kracht bij kunnen zetten. Dus dat is ook mijn rol daarin en dat vind ik leuk. Ja, heel vet. Heel vet om te zien dat mensen naar de film gaan en 100.000 zo snel, ja, super vet. Had je dat verwacht? We durfden niks te verwachten, want we zijn zo gefocust op die film geweest en we wilden gewoon alleen iets maken wat wij zelf vet vonden. En het is gewoon heel vet. Je merkt het ook op internet en zo, dat gewoon, ja, de reacties zijn gewoon heel erg goed.